Goedemiddag en welkom bij Huze TV voor alweer een nieuwe uitzending vol met lokaal nieuws. Vandaag hebben we monumentaal nieuws, een opening in Angeren en ook weer een aflevering van het jeugdprogramma Veel Schik. De gasten zijn vandaag Martin van Onna en Gerrit Bedeau van de Vrienden van Huze, die iets komen vertellen over het aankomende vlijskeuren en de kermis. En verder hebben we nog als gast Joop Jansen, die iets komt vertellen over de actie voor Pink Ribbon. Het dorpshuis in Angeren heeft een grote metamorfose ondergaan. Eén daarvan is de naamsverandering in cultuurhuis Angeren. Naast de ingrijpende renovatie is er ook een compleet nieuw dak opgezet. Tijdens de open dag spraken we met de voorzitter Ed Jordensen. Ed Jordensen, op de eerste plaats van harte proficiat met je nieuwe cultuurhuis is het geworden, hè? Ja, klopt. We zijn er heel erg blij mee. Gisteren de officiële opening gehad. Heel goed bezocht. Iedereen heel enthousiast. Wij natuurlijk voorop als, met ons enthousiasme. Dus we zijn er heel erg blij mee. En vandaag dan de open dag voor de bevolking van Angeren. Ja. We hebben elkaar voor het laatst gesproken toen de perikelen waren aangaande de parkeergelegenheid. Is dat opgelost? Ja, vorige week zijn de werkzaamheden rondom het cultuurhuis afgerond. Er zijn een aantal parkeerplaatsen bijgekomen en er is een verbeterde inrit bijgekomen. De inrit voor het zorgcentrum Betuweland is klaar. Dus die problemen zijn achter de rug. Alleen we moeten zorgen dat natuurlijk in de toekomst in verband met de exploitatie de parkeerplaatsen wel volkomen. Ja. De problemen waren vanwege de feiten van een boom of een mast die ergens voor een deur stonden? Ja, dat klopt. Dat heeft inderdaad vertraging gegeven, waardoor de hoofdingang eigenlijk een aantal maanden aan de Wilhelminastraat heeft gelegen. En daar hadden de bewoners op een gegeven moment veel last van. Maar de sirenemast is verplaatst en de boom is ook verplaatst. En daar komt overigens ook weer groen voor terug op een andere plek. Okay. Hoe lang heeft het hele verbouwingsrenovatietraject geduurd? Vorig jaar april begonnen, dus zeg maar anderhalf jaar. En het is gefaseerd uitgevoerd. We hebben gewoon doorgedraaid met het dorpshuis, dus vandaar dat ook misschien de bouwperiode wat langer heeft geduurd. Er is ook nog een vervanging van het dak geweest op het oude gedeelte, dus het heeft daardoor ook wel lang. Daar zijn we ook wel heel blij mee, want dat lekte al jaren. En dat is nu ook allemaal prima in orde, dus we zijn eigenlijk compleet nu. In dit soort trajecten is vaak de sprake van weinig communicatie tussen opdrachtgever, participant en betalende. Hoe is de communicatie hier geweest? Ja, die is vanaf het begin af aan heel erg goed geweest. Ook al naar de burgers toe. Dat is echt een stukje van burgerparticipatie, zoals dat ze heel mooi noemen. Mm-hmm. Maar ook tijdens het bouwproces zijn wij constant betrokken geweest bij het gebeuren. En in bouwcommissies en in bouwvergaderingen en overleg met de participanten is allemaal heel goed verlopen. Ja. Vroeger dorpshuis, nu cultuurhuis. Wat zijn nou de belangrijkste veranderingen die hier hebben plaatsgevonden? Nou, er is een verbinding gekomen in ieder geval tussen de school en het oude dorpshuis, zeg maar. En het tussenstuk is volgebouwd met ten behoeve van de nieuwe participanten. En dat zijn dan peuterspeelzaal Pikkeltje, dagopvang, zowel zeg maar buitenschoolsopvang als de dagopvang voor kinderen. En de seniorenopvang voor zorgcentrum Betuweland, die zijn erbij bijgekomen. Sommigen hadden we al in huis, maar die hebben nu een eigen ruimte gekregen. En daarnaast zitten wij als Vereniging Dorpshuis Angeren en maken we ook deel uit van het cultuurhuis Angeren. En ieder houdt zijn eigen identiteit. Ja. Ik kan me herinneren van vroeger dat er getafeltennis en gevolleybald en gevoetbald werd in de grote zaal. Maar hij ziet er nu uit als een feestzaal. Ja, dat was ook de opzet. We hebben op een extra gymzaal erbij gekregen, waardoor we zeg maar de cultuurzaal, de oude cultuurzaal of sportzaal, vroeger was het zelfs een gymzaaltje waar je op doelt, dat die nu volledig vrijkomt voor culturele doeleinden. En daar kan dan ook de muziekvereniging en de schilden en zo kunnen daar ook in oefenen. Maar we kunnen daar ook veel makkelijker wat culturele activiteiten ontplooien. Is er veel verandering gekomen door de naamsverandering en door de aanbouw en verbouw in de functie van het huis? Eigenlijk niet. Wij beantwoorden eigenlijk al met het oude dorpshuis eigenlijk al een beetje aan de definitie van het cultuurhuis. Dus dat is niet zo heel veel veranderd. Alleen in de volksmond zullen wij nog heel lang gewoon dorpshuis blijven heten. En
dat is eigenlijk ook het verleden, want de bevolking uit Angeren heeft toen de tijd ook acties gehouden om geld bij te brengen om het toenmalige dorpshuis van de grond te krijgen. Ja. Dus dat zal nog wel een poosje, denk ik wel het dorpshuis in de volksmond blijven, maar wordt ook steeds meer toch een geluid cultuurhuis. Ja. Dus. Die participatie blijkt dus uit het geld wat ze dan bij elkaar gebracht hebben. Hoeveel bezoekers trekt het huis gemiddeld? Angeren heeft ongeveer 2800 inwoners en we hebben zeg maar plus minus 1500 bezoeken, noem ik dan eventjes. Hè. Er zijn mensen die natuurlijk twee keer in de week komen, maar 1500 bezoeken gemiddeld per week. Dus het heeft inderdaad wel een functie. Ja. De mensen die wat meer over het cultuurhuis Angeren willen weten, kunnen ze dat ergens terugvinden op een website toevallig? Op onze eigen website van Dorpshuis Angeren, daar wordt een link op gelegd. En er komt straks een nieuwe website met cultuurhuis en dan word je automatisch doorverwezen naar de diverse partners. Maar die is nog in opbouw, heet dat. De nieuwbouwplannen en het plaatsen van meer cliënten was de reden waarom de dagopvang van Santa Maria tijdelijk naar het dorpshuis in Angeren verhuisde. Maar daar is verandering in gekomen. Daarover spraken we met Verlies Andringa. Park op dit moment, we hebben vorige week gesprek gehad met de wethouder en die heeft uiteindelijk ook aangegeven dat... Gerard Razing, strijdbaar Angeren, de laatste keer dat we elkaar spraken. Is Angeren tussen al het lawaai van de mensen hierdoor, want ze zitten behoorlijk te keubelen. De dagopvang, Santa Maria in Angeren, wat is daar de reden van? Nou, Santa Maria, iedereen weet het denk ik, heeft plannen voor nieuwbouw. Nou, en ondertussen is er een paar jaar geleden was de druk op de wachtlijst voor Santa Maria, voor dagverzorging, heel groot. En toen was er zelfs sprake van om twee groepen te gaan draaien, en in Angeren en in Huissen, om een beetje die wachtlijst op te lossen. Nou, toen zijn er 2 jaar geleden zijn er al wat veranderingen geweest. In de politiek werd er toen de AWBZ-maatregel uitgevaardigd. Ja. Waardoor er heel veel mensen niet meer naar dagverzorging zouden mogen. Dat is een AWBZ-voorziening. En die geldkraan die werd behoorlijk dichtgedraaid. Nou, toen zag het er naar uit dat er zelfs een heleboel mensen niet meer zouden mogen komen naar de dagverzorging. Uiteindelijk hebben we heel veel mensen hebben toch wel weer op de rit gekregen dat die bij ons zijn blijven mogen komen. De gemeente heeft er ook veel in betekend, de organisatie heeft er veel in betekend. We hebben echt hard voor moeten knokken om toch weer op die 40 deelnemers te blijven. Maar het ziet er nou wel naar uit dat we niet meer zullen uitbreiden. We blijven nu van maandag tot en met zaterdag 6 dagen in de week dagverzorging bieden. Maar daar redden we het mee. Dus we hoeven geen 2 projecten te draaien. Ja. Nou, 2 jaar geleden was net hier de start gemaakt met het cultuurhuis, waar Zorgcentra Betuweland ook iets zou gaan aanbieden. Nou, je kunt niet op 2 plaatsen meer dagverzorging gaan aanbieden. Dus nou doen we alleen nog in Angeren. Nou, wat is het qua afstand? 3,3 kilometer vanaf Santa Maria. Ik zeg wel eens in de stad nu verder fietsen om ergens te komen. Dus de dagverzorging is verhuisd eind januari afgelopen jaar, dus in 2011, naar Angeren, naar het cultuurhuis. En het is dus ook niet meer de bedoeling dat we teruggaan naar Santa Maria. We blijven hier in Angeren. Ja. Als je nu, je hebt het de hele tijd over dagverzorging, hè? Dat is, ja... Liggen de mensen dan in bed? Nee, absoluut niet. Er liggen wel eens mensen in bed tussen de middag. Maar er zijn een paar mensen die liggend willen rusten. Maar het is juist een hele actieve dag voor de deelnemers. Ze komen om 10 uur en er wordt koffie gedronken. En daarna gaan ze aan de gang met hun activiteit. Tussen de middag gaan we koffie of eten samen, warm en brood. En daarna is er wel gelegenheid om even te rusten. Maar om 2:15, 3:15, dan is het weer actie. En je hoort het misschien op de achtergrond al wel. Er wordt gerummycupt, gekaart, smiddag. S'morgens is er vaak een grotere activiteit die ze samen doen. En smiddags dan een beetje wat voor handen ligt aan kaarten, rummycupen, handwerken. Iets wat makkelijk te organiseren is. Ja. Maar het is dus niet zo, wat sommige mensen willen zeggen van binnenkomen, de hele dag op stoel zitten en wachten tot hij weer naar huis gaat. Nee, absoluut niet. Dus, mensen gaan hier moe weg. Dan weet je wel, er is wel wat gedaan zo'n dag. Hè? Ja. Sowieso ze is natuurlijk met elkaar veel meer bezig dan iemand alleen is. Ja. Er wordt veel meer gesproken, gepraat met elkaar. En die activiteiten die maken hun ook nog wel moe. Dus over het algemeen gaan ze hier om 4 uur goed moe naar huis. Ja. Als je dan kijkt naar de mensen die hier naartoe komen.
makkelijk gezegd, moet je iets markeren of kan iedereen daarheen? Nou, er is nu de afgelopen jaren wel wat veranderd. Als je kijkt hoe dagverzorging 15 jaar geleden was en hoe het nu is. Ik zei straks al, die AWBZ-regel die is echt streng geworden. Dus mensen, er moet wel iets aan de hand zijn. Het is geen veredelde SOAS-activiteit meer. Het is een AWBZ-voorziening die dus ook flink gesubsidieerd wordt. Dus er moet ook wel iets aan de hand zijn met degenen die hier komen. En dat kan zijn een zintuiglijke problematiek van slecht gehoor, slecht zien, gedragsproblematiek, geheugenproblematiek. Nou, van alles kan er aan de hand zijn, maar dat beoordeelt het CIS allemaal. Het Centraal Indicatieorgaan voor Zorg. Okay. En van daaruit komt in. Je zegt die beoordeelt dat. Hoe moeten we dat voorstellen? Dat doen ze via, je moet je aanmelden bij het CIZ. Ja. En zij gaan beoordelen aan de hand van een verslag van een geriater of van de huisarts. Wat voor een type zorg daar nodig is bij die en die deelnemer. Ja. Dus er komt in feite iemand, je moet je eigen eerst aanmelden, dan komt er iemand op bezoek. Ja. Die gaat met je praten van oké, wat heb je, wat wil je en dan wat kunnen wij. En daar moet je dan samen overeenstemming over vinden en dan krijg je als het ware een soort met keuring dan. Ja. Het is echt een indicatie voor zorg van wat hebt u nodig, wat is in uw situatie nodig om u zelfstandig te kunnen laten blijven wonen. En misschien op een gegeven moment kan het niet meer, dan komt er ook wonen in een verzorgingshuis aan de orde. Maar voor onze mensen, voor de mensen van de dagverzorging, geldt gewoon dat ze allemaal nog zelfstandig wonen. En die willen ook zo zelfstandig mogelijk blijven wonen en zo lang mogelijk. Nou, daarvoor is wat ondersteuning via dagverzorging heel goed. Ja. Om 2 dagen of 3 dagen hier naartoe te komen. Nu zitten jullie in Angeren dan. Maar ja, de meeste mensen die hier zitten, boven de 70, kunnen dat hele eind niet fietsen. Openbaar vervoer moeilijk. Hoe komen de mensen in Angeren? Nou, we zijn heel blij dat we niet alleen zo op de dag in de groep hebben we vrijwilligers die ook ons ondersteunen. Maar we hebben ook een hele grote groep van vrijwilligers die zorgt dat de mensen hier komen. Die rijden met de mensen van Huissen naar Angeren en straks na afloop van de dagverzorging brengen ze ook weer terug en doen nog even thuis een lampje aan of steken even de sleutel in het deurgat. Het wordt allemaal verzorgd. Dus zijn we heel blij omdat we altijd nog zoveel vrijwilligers hebben. Ik heb in totaal hier voor de dagverzorging in Angeren 40 vrijwilligers. Zo. 40 deelnemers, maar ook 40 vrijwilligers. Ja. Dus daar zitten we gelukkig altijd nog goed in. Ja. Zijn er mensen die hier alle 6 dagen komen? Nee, maximum is 3 dagen per week. Een enkeling komt 1 dag, maar de meeste 2. En er zijn een aantal die op 3 dagen komen. Maar het ligt ook aan de indicatie die er afgegeven heeft. Ja. Nou gaat natuurlijk voor niks de zon op. Je zei al, het wordt sterk gesubsidieerd. Moeten de mensen die hier overdag dus bezig zijn, moeten die zelf ook een eigen bijdrage doen? Ja, er is wel een eigen bijdrage, maar die wordt geregeld via het CAK. Daar hebben wij verder helemaal geen bemoeienis mee. En die is inkomensafhankelijk. Dus iemand die meer verdient, moet ook meer eigen bijdrage betalen. Net zo goed als bij de persoonlijke verzorging gebeurt. En huishoudelijke verzorging, een eigen bijdrage betaalt. Maar hier hoeft niemand ooit een portemonnee mee te nemen. Die bijdragen zijn echt inkomensafhankelijk, zijn nooit echt heel hoog. Allemaal naar verhouding. U zag het net al, we hebben een korte sneak preview van het volgende item gegeven. Er ging namelijk iets mis met item doorschakelen. Maar nou gaan we echt er naar door. Want was het eerst de betere route die strijd bij Angeren het levenslicht liet zien? Nu is de groep weer op de barricade in verband met de doortrekking van de A15. Gerard Razing vertelt ons hierover. Razing, strijd bij Angeren, de laatste keer dat we elkaar spraken.